Zijn jullie kunstenaars? Nee. Oh, dus ik, als ik stoepkrijten zeg, word ik dan weggejaagd? Of, Nee, dat is exact wat het is, stoepkrijten. Ja, we hadden het vorig jaar ook gedaan. Toen was er heel veel kijk gekomen, dus we dachten, doe het dit jaar weer. En toen was er heel veel wat gekomen? Ja, er waren heel veel mensen komen kijken hier en foto's komen maken. Ja. Dus we dachten, ja, waarom niet? En het is ook een beetje een teken van een mevrouw die wij kennen, die is overleden. Dus zij was heel erg van de zonnebloemen, dus wij hebben wat zonnebloemen getekend voor haar. Vertel eens wat meer over die mevrouw, want het... Nou, dat kan jij heel goed. Dat was mijn bonusoma. Je bonusoma? Ja. Oh. Ja. En hoe werd ze jouw bonusoma? Nou, mijn ouders die waren heel goed bevriend met haar. Dus ja, ik ben eigenlijk opgegroeid met haar. Dus ze is eigenlijk mijn oma, maar ook mijn beste vriendin geweest. Dus, Oh, wat leuk. En ze is vorig jaar overleden? Nee, echt een maand terug. Een maand terug pas? Ja, ja. Oh, ja. Gecondoleerd. Ja, dankjewel. Was ze ziek? Nee, heel plots overleden. Ja. En nou we toch bezig zijn in het kader van een eerbetoon aan jouw bonusoma. Hoe heette ze? Wilma. Wilma. Ja. En wat zei je tegen... Zei je Wilma tegen haar of oma? Of oma Wilma. 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 Ja, ja. Zo, nu en dan zo in kaartjes, dan zeiden we ze wel zo... Liefst je kleindochter of liefst je bonusoma. Maar, oh. Ja. Ja. Maar er zijn ook niet veel kinderen die kunnen zeggen van... Ik heb een bonusoma gehad nog. Nee, klopt. Hoeveel oma's heb je nu nog? Nu heb ik er nog twee. Ja. En die zijn ook allebei leuk? Ja, zeker. Maar vertel eens iets meer over Wilma. Want waarom was ze zo dol op zonnebloemen? Nou, Wilma stond gewoon... Ja, was altijd gewoon het zonnetje in huis. Dat was zo'n kleurrijke, mooie mevrouw. Ja. En ze gaf je altijd zonnebloemen, toch? Ja, ze gaf mij altijd zonnebloemen en ik gaf haar dan weer zonnebloemen. Dus dat was zo'n beetje ons ding. Ja. Leuk. Ja. Hoe vaak zag je haar? Nou, ze woonde eerst in Nut. En toen zag ik haar wel echt elk weekend bijna. Maar ze is anderhalf jaar terug verhuisd naar Utrecht. Zo was het wel wat minder, maar ja, nog steeds wel vaak. En waarom verhuisde ze naar Utrecht? Voor de kinderen. Ah ja, ja. Ja. Ja, was dat een, kon je aan haar merken dat dat voor haar misschien ook wel een moeilijke keuze was? Deels, maar ze vond het zelf ook wel heel erg mooi dat ze weer bij de kinderen kon zijn. En ze was eigenlijk nog bezig met echt een eigen huisje bouwen met een heel project. Daar zou ze dan ook echt komen te wonen. Dus ze had heel veel vrienden en contacten weer opgebouwd. Oké. Okay. Maar dat is er nooit van gekomen helaas. Hoe oud was ze? 74. Veel te jong, hè? Veel te jong, ja. 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 En wat zijn jullie van elkaar? Vriendinnen. Ja, ik ben een bonus. Je bent een bonusvriendin. Een vriend, gewoon vriend. Nee, ja, het leuke aan Wilma is dat wij alle vier wel een connectie hebben met haar ooit gehad. Dus ja, het is wel leuk dat hun dat initiatief daarvoor nemen om daar toch de tijd voor te nemen om op een manier, hè, in deze moeilijke periode met corona, om toch samen te komen om een afscheid te kunnen nemen. Wat bijzonder. Eerbetoon te doen voor ze. Dus ja, dat is wel leuk. Wat was jouw connectie met Wilma dan? Ik ben samen met haar bij een toneelvereniging geweest. Ja? En daar was zij eigenlijk, wat was ze? Ja, ze heeft het hele jeugdtoneel heeft zij opgezet. Ja, zij heeft dat vooral opgezet. En, ja, bij het reuniegebouw in de buurt. Nou, dat ken ik wel. Ja. En het jeugdtoneel heeft zij daar geïntroduceerd. Zij was de beschermvrouw van het jeugdtoneel, ja? Bij Carousel. Ja? Goh, wat leuk! Ja. Ja, hele bijzondere vrouw. En jouw connectie met Wilma? Ja, ik ken Wilma ook via Masha. Ja, wij zijn basisschoolvriendinnen, dus we kennen elkaar heel lang. En Wilma kwam gewoon heel vaak over de vloer. Maar ja, Wilma was gewoon zo'n heel mooi mens die gewoon in elk kind een talent zag, zeg maar. Dus dan was ze tegen iedereen van, goh, ik zie dat je dit heel goed kan. En moet je echt iets mee doen en zo. Dus ja, dat is een beetje hoe ik Wilma ken. Masha is het, hè? Ja. Heb je toevallig op je telefoon een foto van Wilma?
Ja, zoek even op je gemak, want dan ga ik nog even naar jou in de tussentijd. Ja. Want dan ben je de enige die nog niet jouw connectie met... Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ook via Masha. Ik kwam heel vaak bij Masha over de vloer en Wilma kwam daar heel vaak over de vloer. En op een gegeven moment hebben we bij Wilma in Nut, hebben we met de hele vriendengroep hebben we daar een gala mogen organiseren. Bij haar op het erf waar zij woonde. Ze hebben voor, hoeveel mensen was dat? 30 of zo? Op haar erf een gala mogen organiseren. Nee, zij heeft daar ons heel leuk bij geholpen. Met avondjurk? Ja, en, alles erop en eraan. Was jij er ook bij? Nee. Toen kon ik hem nog niet. Nee. Toen was je nog geen bonus? Nee, ja, ik was vroeger een bonus. Ik ben recentelijk pas weer teruggekomen erbij. Ja. Goh, jullie zijn allemaal... ik hoor toneel, ik zie dit. Jullie hebben allemaal wel een creatieve achtergrond, ja. Ja, een beetje wel, ja. Doen jullie veel samen? Wat minder met corona, want het gaat gewoon wat minder. Maar we zien elkaar eigenlijk wel veel, ja. Heb je Wilma gevonden? Ja, ik heb Wilma gevonden. Ga even naar Masha toe, dan kunnen we... Kijk, dan kunnen we bij het verhaal van Wilma... Kunnen we ook een... Is dat een foto van jullie samen? Ja. Zag ik dat? Ja, heb ik dat? Ja. Ja, want als we nou toch bezig zijn, laten we dan een groot eerbetoon aan Wilma van maken van deze uitzending. Want dat is eigenlijk wat jullie hier aan doen zijn. Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen van, dit zou zelfs een evenement kunnen worden. Dat was voorheen. We hebben een groepschat opgemaakt met meerdere mensen. Was de bedoeling dat we met z'n allen op een manier toch iets van afscheid gingen doen. Ja, nu is dat in deze periode zo moeilijk, want iedereen houdt zich anders aan de regels natuurlijk. Dus is het een beetje in verschillende groepjes terechtgekomen wie wat gaat doen. En zo heb je toch op je eigen manier kan je afscheid nemen van iemand. Dus dat is toch wel fijn. Ja, als ik erover nadenk, zou ik me kunnen voorstellen, want ik vind dat namelijk altijd... Dat heeft altijd iets bijzonders. Jij zei het ook al, hè? Er kwam veel reactie op, hè? De vorige keer dat jullie dit deden. Maar dat heeft altijd iets bijzonders, zo'n straatfestival met krijt, tekeningen. Ik zou me kunnen voorstellen dat als je er een evenementje van maakt, ter nagedachtenis aan Wilma, dat je heel veel mensen zou kunnen mobiliseren en dat je het hele plein zou heel mooi zou vol kunnen maken. Ja. Dus er mochten maar 50 mensen komen. Maar ja, als het echt gewoon zou mogen zoals het zou mogen, dan waren er meer dan 150 mensen geweest. Sowieso vrouw was het. Die raakte iedereen. En ja, iedereen kon met haar opschieten en zij kon met iedereen opschieten. Ja. Gaf ze ook daadwerkelijk toneelles? Nee, niet zelf toneelles. Zij regelde echt alles. Ze heeft het helemaal opgezet en ze koos ook zelf de regisseurs uit. En ja, eigenlijk een beetje zo de manager over alles. Had ze daar ook verstand van dan? Ja, zeker. Het uitzoeken van de juiste regisseurs? Zeker, ja. Zij was echt wel ook iemand die heel veel dingen organiseerde en dat ook heel graag deed. En ze heeft ook met haar man... Mijn bonusopa, die is ook overleden een paar jaar terug, heeft ze haar trouwfeest, toen was ze 40 jaar getrouwd, hebben ze dat in Italië gevierd en alle vrienden zijn gewoon naar Italië gekomen. Ja, dat soort dingen, dat kreeg zij gewoon voor elkaar. Ben je daar ook geweest? Ja, ik ben daar ook geweest. Ja, ik was toen 10 jaar oud, denk ik, zoiets. Als niet jonger. Ja. Toen was je nog een kleine Masha, was je toen ja. En wat was het voor een locatie in Italië? Volgens mij was het een oude kasteel, gewoon een weiland. Het was super mooi. Iedereen had ook zo'n boerderij waar die mocht slapen en zo. Echt bij de Italianen zelf. Ze hadden het super goed geregeld. Ja. Klinkt als iemand die het leven ook echt leefde. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, echt een van de mooiste personen die ik in mijn leven heb mogen kennen. Ja. Hey, en hoe doen jullie dat nu in deze klote tijd? Wat is er voor jullie überhaupt nog aan leuke dingen die jullie kunnen doen? Het is hoe creatief je zelf bent natuurlijk, hè. Ik bedoel, dit kan gewoon.
En als jij aan je anderhalve meter houdt, ja, dat is dan eigenlijk niet de bedoeling. Maar goed, als jij je gewoon aan de anderhalve meter houdt en de maatregelen, kan jij, hoe creatief jij ook bent, wel wat organiseren en wat regelen. Ja. Hè, die inzet verwacht je dan wel natuurlijk van ook andere mensen. Maar ja, dit is dan gewoon mooi neergezet. Ik bedoel, dit kan je, het is grootzat, dus dit kan je met heel veel mensen doen. En zo voorkom je ook gewoon groepverlamming als je die afstand houdt. Dus zo'n evenement wat u zegt, dat kan wel. Ja. En zo heb ik ook gewoon met vrienden van mijn eigen huis een restaurantje gemaakt. Ja, ik kook, de rest gaat lekker zitten en eet maar. Van je studentenhuis? Nee, gewoon bij mij thuis, bij mijn ouders. Wat leuk! Ja. Een huiskamerrestaurant? Nee, in de garage hebben we het gedaan. Jij kookt graag? Ik kook graag, ja. Ja. Of is het zelfs je werk, of wordt het je werk? Een beetje van beide. Ik wil later graag mijn eigen restaurant openen. Dus, ja. Restaurant de Zonnebloem? Nee, helaas. De Tour de Sol? Nee. Ja. Heb je al een naam in gedachten dan? Nee, ik heb wel een soort stijl in gedachten, maar dat is allemaal nog up voor de beet en geheimhouding natuurlijk. Hè. Hou ons op de hoogte. Ja, zal ik doen. Wat is het eerste wat jij gaat doen als alles weer zou mogen? Of zo'n beetje? Gewoon weer eens met de hele groep afspreken. Want wij hebben een vriendengroep van 12, 13 mensen, zoiets. Nou, het zou echt leuk zijn als we weer een keertje met z'n allen bij elkaar komen. Niet altijd weer die groepjes moeten maken, maar gewoon een keertje. En wat we dan gaan doen, nou, dat zal waarschijnlijk een heleboel zijn, maar dat is het belangrijkste. Ja. Dus geef jij, Marcia, hetzelfde antwoord als ik die vraag stel? Ja, gewoon één groot feest met iedereen die daarbij kan. Ja. En jij? Ja, zeker weten. Ik ook zit in dezelfde groep. Hetzelfde feestje. Ja, hetzelfde feestje. Zeker. Misschien gaan we ook wel weer zo'n gala organiseren. Wie weet. Met alles erop en eraan, ja. Ik vond het heel bijzonder. Dat we hier langs rijden, dat we jullie zien. En dat is wel vaker met opnames, dat er dan een bijzonder verhaal achter zit. Maar dit is wel een heel bijzonder verhaal. Alsof we hier naartoe gedirigeerd zijn om uiteindelijk... dit verhaal op te mogen tekenen. En onze afleveringen krijgen altijd een naam. Zullen we hem maar gewoon Wilma noemen dan? Ja, alleen. Ja? Voor Wilma.